Dit beeld hoort bij de opname van 7 mei 1997. En de trotse voorganger van de band heet Gordon Downie. Hij is zanger van The Tragically Hip. We schrijven opnamelocatie Bullet Sound Studio Neder-Oostenberg. En we hebben heel veel mensen op de werkvloer. Hoe komt dat? De avond daarvoor had The Tragically Hip een uitverkocht concert gedaan in Paradiso Amsterdam. En aan het eind van het optreden hadden ze gezegd: hey, morgen gaan we naar Twee Meters. Wie heeft zin om mee te doen? We verloten 20 vrijkaarten. Vandaar dat er ongeveer 20 mensen in de studio aanwezig zijn die meegenieten van de live opname die we doen op dat moment met The Tragically Hip. The pendulum swings, or the horse like a man, out over the rail, is ice cream to hell, the beautiful love, the dangerous time, we get to feel small, but not a place at all. Zanger Gordon Downie vraagt zich af en toe hardop af waarom ze eigenlijk naar een tv-opname zijn gekomen. Want television kills the soul of music, zegt hij ongeveer zoiets, kan ik me nog herinneren. En verder zegt hij tegen het publiek: ja, je hoort eigenlijk aan de andere kant van de opnameruimte te staan, waar de technicus zit achter die dikke ruit daar. Want zij hebben het beste geluid en wij hebben een koptelefoon. Dus jullie zitten met je hoofd onder de motorkap van een auto, als het ware. Hij bedoelt daarmee zoveel te zeggen als: ja, jullie zitten wel naar ons te kijken, maar wij produceren geluid waarvan jullie geen eens weten hoe het klinkt. Maar goed, we kregen in totaal een stuk of 10 nummers van ze. Dit is het setlistje wat ik vlak voor de opname in de hand gedrukt krijg van Gord Downie. Met daarop Gift als eerste, Gift Shop. Als laatste Coconut, Coconut Dream. En daartussendoor bijzondere nummers als Flamenco, Membership, Springtime in Vienna. En het nummer wat je direct wat uitgebreider gaat horen, Ahead by a Century. Die overigens niet in één, maar in twee keer doet. Dus we hebben take 1 en take 2 in deze opname van The Tragically Hip. Inmiddels is het alweer een jaar of 3 geleden dat de zanger van de band is overleden. Gordon Downie overleed op oktober 2017 aan de gevolgen van een fatale hersentumor. Daar heeft het land stil bij gestaan. En wij ook, want we vonden het echt dramatisch vanaf het begin dat we met de band te maken hadden. Ergens eind jaren 80 tot en met vlak voor de dood van Gordon Downie hebben we altijd contact gehouden met de jongens van de Tragically Hip. Tests have shown that suspicious are hostile. Their lives need not be shortened. Truth be told, they could live a long, long while. Take out to death by their paws. If you make me scared, that's what you do. If I'm unclear, can I get out of this thing with me and you? If you feel scared and a bit confused, gotta say, it sounds a little beyond anything I'm used to. Precious few who can poo at the root. This is all a virtual calculation. Een bijzondere opname dus. En publiek en een tiental nummers, waaronder deze dus. Ahead by a Century. Geniet van de Tragically Hip. We'll be right back.
Thank you.